Wat typisch Oldebroek is, een beetje elkaar in de gaten houden. Oeh, daar loopt ze weer hinnen. Lekker landelijk hier, Appie. Ja, mooi. Lekker Oldebroek. Oldebroek. Het is de laatste Bijbelbelt. Ja, aan het Veluwemeer weer, hè? Ligt weer fantastisch, hè? Ja. Hoeveel kerken zullen ze hebben? Ja, geen idee. Het is Bijbelbelt. Dus, Ik zie er al één. Vast meer. Nou, met de paal was het hier best gezellig, hoor. Mensen wilden best een praatje maken. Ja? Ja. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Het lijkt wel een 80-weg. Ja, het gaat dwars door het dorp heen. Ja. Hallo. Hallo. Even luisteren. Ja. We staan hier aan de Zuiderzeestraatweg. Die weg werd al in de 19e eeuw aangelegd als verbindingsweg tussen Amersfoort en Zwolle. Hij loopt voor een groot deel langs het tegenwoordige Veluwemeer, dat vroeger nog Zuiderzee heette. Vroeger moest je tol betalen als je er overheen wilde. Tegenwoordig zijn er andere zorgen. De inwoners van Oldebroek klagen over het soms langs razende verkeer. De Zuiderzeestraatweg is hier best gevaarlijk. Die weinig oud zijn in Oldebroek. Ja. Ja. Nou ja zeg. Hier zouden ze in de Heumen echt wel vet jaloers op zijn. Ja. Zo kan het ook, hè? Ja. Mooi, hoor. Even audio op. Best wel nieuw, ja. Oldebroek is een sportief dorpje. Volleyballen, voetbal, tennis, alles kan hier. Maar wat opvalt is dat ze hier een hele grote ATB-club hebben. Fietsen dus. En een prachtige skielerbaan. Skileren en schaatsen is in deze omgeving ongelooflijk populair. Niet gek dus dat hier grote helden uit het marathonschaatsen van weleer in de buurt wonen. Zoals Jan Maarten Heideman, de broertjes Ruitenberg en vlakbij ook Dolle Dries van Weijen. Zo. Flink remmen, Appie. Ja, echt vol erop. Nou, welkom in de mooiste plaats van Gelderland. Welkom in Oldebroek. Oldebroek. Woe. Ja, Oldebroek. Wat gaan we doen? Ik ga weer iemand verrassen. En dat is Jan. En dat is wel een bijzonder verhaal, want die heeft in coma gelegen 9 dagen vanwege corona. Dus dat is best een heftig verhaal. Die is nu rustig aan weer herstellende, maar die verdient het wel even om in het zonnetje gezet te worden. En dat is ook iemand die heel veel vrijwilligerswerk doet. Yep. Yep. En jij? Ik ga kijken bij een rijdend carillon. Oh. Dat kan dus, rijden met een carillon. Dat is vast een rijdend klokkenspel. Een rijdend klokkenspel. Ja, jammer hè, ja, dat jij dat niet had mag ik doen. Wel willen doen. Ja. Ja. Maar dat ga ik doen. En kruidmoes eten, dat had jij ook wel mogen doen, denk ik. Want ik denk niet dat is een beetje karnemelkerig, toch? Ja, en met vlees en zo. Lekker met dit weer. Lekker. Ja. Maar goed, het is heel oud en heel authentiek. Dus, nou, veel plezier. Als je mij daar nou even naartoe rijdt, naar het klokkenspel. Oh, dat is goed. Ik wil dat klokkenspel wel even zien, ja. Gaan we doen.
Maar we hebben ook een bijaardier hier in Oldebroek wonen. En dat is wel uniek. Die speelt op heel veel carillons in de omgeving. Martin van de Knijf. En die heeft sinds enkele maanden zelf een prachtig rijdend carillon. Nou, dat is toch wel heel uniek. Ja, een prachtig instrument met een hele speciale bijaardier erbij. Dat is echt een bijzonderheidje dat jullie echt niet mogen vergeten om te filmen. Dankjewel. Kom er even bij, Martien. Ja. Ik had echt verwacht, je gaat kerkelijke muziek spelen. En nou horen we Make You Feel My Love. Ja. Ja, dat is eigenlijk een beetje bewust gedaan. Omdat het instrument gewoon ook nu in deze samenleving klinkt. Hè? Ja. Het is het enige instrument in het publieke domein. Ja. We hebben dus kerktorens waar ze altijd in hangen. En dan denken we, oh, dat hoort gewoon ook bij de kerk. Maar nee, het is voor het hele publiek. En dus maken we ook muziek voor ook het publiek. Ook bredere muziek. Ja. Maar vertel even, want is dit uniek? In Nederland? Niet helemaal uniek. Ik heb nog een collega Boudewijn en een collega Frank. Die hebben ook beide een instrument. Maar ja, dat was voor mij ook een wens om hiermee iets meer rugbaarheid te geven aan de bijaardcultuur. Aan het carillon en alles wat er omheen hangt. En dan als je hem uit de kerk haalt en naar buiten, dan kan zien de mensen het. Ja, wij zitten soms een beetje verstopt erbovenin. Ja. En toen dacht ik van nou, misschien toch wel leuk om hier eens mee op pad te gaan. Maar jij zat eerder dus in kerktorens te spelen. Ik ben nog steeds speel ik, hè? Ik mag spelen hier in Elburg op de Klokken, in Hattem en in Zwolle op de Peperbus. En daar speel ik elke week een uur muziek voor de markt bijvoorbeeld of andere items. Fantastisch. Ja. Welke is de mooiste? Van welke hou je het meest? Hattem. Hattem. Ja, Hattem is mijn Stradivarius. Ja. Dat vind ik een van de mooiste. Ja, deze natuurlijk helemaal, maar... Deze wint. Ja, die wint. Maar als je zegt van het toreninstrument, is dat in mijn instrument. Ja, dat blijft inspireren. Ik mag vanmiddag weer en dat is zo geweldig. Ja. Maar dat is vrij eenzaam inderdaad, of niet? Ja. Ja, je loopt naar boven, je zoekt in ieder geval repertoire uit. En wat wij doen, we proberen in te spelen op de actualiteiten. Mm-hmm. Dus wat er in de wereld gebeurt, zeker in die coronatijd, dat was toch wel een hele bijzondere tijd ook. En daar spelen we op in. En dan zoeken we onze liederen op uit. En wat speel je dan? Wat kan troost bieden dan? Nou, You'll Never Walk Alone heb ik gespeeld. En meer van dat soort liederen. Dat herkennen mensen gelijk van oké, ja, natuurlijk, ja. Omschrijf jouw liefde is voor wat hier staat, want dit is een behoorlijke klus geweest. Klokken geven je zoveel terug. Ze doen heel veel voor je. En het is eigenlijk iedere keer weer inspireren ze je. En als je een goed instrument onder je handen hebt, dan wil je blijven spelen. Dus iedere keer als ik hiermee op pad mag, gaat de vlag uit. Je kunt eigenlijk niet stoppen met spelen, je blijft maar doorgaan. En dat is het wat een mooi instrument en zeker deze mooie klokken je biedt. Een stuk inspiratie. En wat krijg je terug van de mensen uit Oldebroek bijvoorbeeld? Want... Ja, die vinden het ontzettend leuk. Het is natuurlijk uniek als er iets zo in je eigen dorp is. Ik mag ook een paar keer bij de Hulle spelen, hè? Verzorgingshuis. Hier in de omgeving doe ik het ook bij anderen. En dan krijg ik zelfs een lijstje van de liederen die ik mag gaan spelen. Mag ik een klein stukje proberen, Martien? Tuurlijk mag je mag proberen. Ja, mag dat? Vader Jacob, dat lijkt misschien wel een leuk idee. Ja. Als je hier begint, en dan moet je eigenlijk van je hand een vuist maken. Mm-hmm. Ja, je hoeft niet heel erg gespannen, maar gewoon ontspannen. Ja. En dan tik je... Ik ben benieuwd hoeveel je komt. Ja, ik ook. Hier beginnen we. Rechts of links, maakt dat niet uit. Nee? Mag ze alle twee ook.
Yes! Stand on the floor of the board of this car on the road. In deze coronatijd wil ik toch Jan Vertof noemen, is lid van de Oranjevereniging. Nou, en dan ben ik ook alweer blij dat ik hier net die jonge man zie van het Hof. Die is zo ziek geweest, die jongen, en gelukkig is hij er doorgekomen. Ja, dat is wel iemand die heel veel werk doet op de achtergrond, samen met zo'n 30 vrijwilligers, om rondom de evenementen de verkeersveiligheid te organiseren. En dat doet hij al tientallen jaren. Nou, de verrassing voor Jan, die is heel mooi opgebouwd, want we gaan hem ophalen met een legervoertuig, die vindt hij mooi. Dan wordt hij ontvangen met een erehaag. En dan hebben we ook nog een mooie toespraak van de burgemeester van Oldebroek. Ik heb iets cools geregeld. Een lege voertuig. William, wat is het voor ding? Nou, dit is een Chevrolet CGT. Nou, ik zeg, ik denk dat Jan hier heel blij van wordt. Die houdt van leegvoertuig, dan vind je het leuk, toch? Ja, dat zonder meer. Ik denk het maakt wel. Maakt hij een beetje herrie? Hij maakt herrie. Lekker. Dan start je die motoren, ja. Zeg ik. Ik ben op een geheime locatie in het buitengebied van Oldebroek. En hier is iemand. Kijk, ze zijn hier al bezig. Hey, Erwin. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, spandoekjes. Ja, hele mooie spandoeken. Voor Jan van het Hof. Voor Jan, Jan van het Hof. Wij gaan Jan verrassen vandaag. Eerst even over Jan. Wie is Jan? Dagelijks levende vuilnisman. Maar hij doet heel veel in Oldebroek. Hij zit bij de kerk, doet die dingen. Oranjevereniging. Hij is verkeersregelaar. In Oldebroek, als hij over Jan van het Hof begint, is het een soort legende. Wat hebben we hier op staan? Jan is... Ongeschikt als verkeersregelaar. Geschikt? Hij is geschikt als verkeersregelaar. Ja, en wat gaan wij vanmiddag voor hem doen? Ik heb ons verkeersregelaarsteam, waar die ook bij zit. Ja? Heb ik als goed dus 12 mensen van, dan vormen wij een heraag. En dan gaan we de spandoeken, houden we dan gewoon vast. Tussen ons in. Wij zijn dus vanmiddag helemaal vol onaard. Ons hesje aan. Oh ja, dus we hebben allemaal van die... Wij hebben allemaal een overgooier. Wij hebben ons team heeft een overgooier met naam erop. Van die verkeersregelaarshesjes. Ja. En dan samen met... Een? Jij mag er ook alleen aan. Ik leuk. Nou, ik zeg opvouwen en gaan, toch? Is goed. Ja, typisch Oldebroek, ja, dat is toch wel de kruidmoes en de balkenbrui. Kruidmoes. Dat is toch wel een streekgerecht wat hier best wel uit de pan schiet, zeg maar. Wat mag hier niet missen? De Boerderijmuseum uiteraard. Toch een stukje cultuurhistorisch gebeuren van Oldebroek. Ja, die boerderijmuseum, dat is altijd echt een bezienswaardigheid. Ja, een museumboerderij met name. Persoonlijk vind ik de museumboerderij altijd wel heel interessant om daar elke zomer naartoe te gaan. Want dan zie je hoe het vroeger ging en dat vind ik persoonlijk wel heel erg interessant. Mensen uit Oldebroek zeiden in de praatpaal, je moet vooral kruidmoes proberen. En nou is dat niet specifiek iets voor deze streek, maar hoort wel bij het boerenleven. En hier in het boerderijmuseum, daar mag ik het gaan maken, kruidmoes. Ik heb geen idee wat ik daarvan vind. Iets met karnemelk. Je hebt hier ook wel eens kinders
En die geloven alles, maar die grote meesten die geloven alles niet. Dus wie me voorzichtig wil, wou eens ik. Wat hoor ik nou? Bent u bang voor dat wij komen? Nee, toch? Oh, een beetje zenuwachtig. Ach, dat is gezonde spanning. Ik heb er vandaag weinig van geslapen. Oh, u bent Henk? Ik ben Henk, ja. Henk. Ja. En ik ben Jannie. En ik ga met u kruidmoes maken. Ja. Dat vind ik heel spannend. Ik heb er ook slecht van geslapen. Maar ja, proeven. Je moet het wel proeven. Ja. Proeven is het anders dan opetten, hè? Ja, nou. Ik hoop dat je zegt, jongen, wat lekker. Ik wil nog een appie. En dat je smikkelt. Ja. Kunnen we het gaan maken? Ja. Dan gaan we zo meteen kijken in de boerderij. Ja, we gaan nu naar de schutstal. Ja, goed. En dan maken we de schutstal. Is niet warm, die klederdracht, Jannie? Ja, die kleding is heel erg warm. Ja. Hij had koken gehad met zo dat is wel een hele moderne keuken, Jannie, voor een museum. Voor een museum, hè? Ja, zeker. Ontzettend. Maar Yvonne helpt een krukmoes voor. Ja, heel graag. Nou, ja. Dat doen we. Wie doet eerst door en wie water in de pannen? En hoeveel? Ik zou wel zeggen van stop. Ja. De was door in. Het is gewoon rookworst. En dit is onze moesgoed. En dat hebben we hier zo ook in de tuin. Nu heb ik al een heel klein beetje ervan een knip. Ja. Maar nu mag je het lijstje wel knippen. Het is kervel. Ja. Oh, lekker. Maar dit is van origine, aten ze dit de boeren op het land? Op het land, ja. En dan kwam de vrouw het brengen, ja, in de pauze? Ja, kwam het dan brengen, ja. En hoeveel mag erin? Nou, doe maar zo. Nu hoeft er op dit moment verder niks in. Dit is het. Dat is het. Dat moet 3 kwartier koken en als dat dan goed is, dan doen we er wat suiker, of wat stroop, wat suiker en dan komt de gortepap. Dit is het eindresultaat. Dat is hem. Nou, dat ziet er best lekker uit, moet ik zeggen. Het is ook zo lekker. Ja. Nou, we laten die nog even koken, dan ga ik Henk even opzoeken. Doe want maar. Die laat maar even de boerderij zien. Dan zie ik jou straks terug. Ja, is goed. En dan gaan we proeven. Ik ga hier wel op letten. Dankjewel, hè. Ja, hoor. Zo, nou een beetje aanpassen aan mijn omgeving, hè? Zo. Zo, daar zijn we in de mooie kamer. Dit is de mooie kamer. Ja, dit is de kamer waar men eigenlijk alleen zondags was. Ja, daar kwam zondags, je door. Anders niet. Ja, hier zie je echt hoe men toen leefde. Waarom gebruikten ze dit dan alleen op zondag? Ja, dat denk ik ook wel eens. Maar ze zaten vaak bij de koeien op de deel. Ja, ja, die kon je dan goed in de gaten houden. Die kon je goed in de gaten houden. Zondags deden ze altijd, dit jochie ook, dat moest ook al leren, met de mondharmonica spelen. Muziek maken. Muziek maken. Dat mocht wel op zondag. Dat mocht wel op zondag. Dat werd ook uit de Bijbel gelezen. Ja, 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 dat werd ook uit de Bijbel gelezen, maar dat mocht op zondag wel. Ja. Kijk, en deze meisje, die is ongeveer 18 jaar en die is uit de rouw, want ze heeft rode kralen om, bloedkralen. En een groen schort. Maar als er nou iemand uit de familie overleden was, had ze zwarte kralen om. En had ze hier, dit zijn mutsenbellen van goud. Ja. En, en als er nou iemand overleden was, dan zat daar een zwarte steen in. En iemand hadden ze overleden? Half jaar. Was dat iemand uit het gezin? Of iemand uit het gezin of uit de familie. Ja. 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 Je leert kinderen over deze periode. Ja, ja. Waarom doe je dat? Waarom is dat belangrijk? Voor die kinderen vinden wij dat enorm belangrijk om ze te laten zien de tegenstelling van nu en toen. Ja. Wat vind je de grootste verandering ten opzichte van toen en nu? Dat men vroeger tevreden was met hele lange dagen werken. En tevreden met het weinige wat ze hadden. Mm-hmm. En nou die kinderen, die het dan wel eens rondleiden en er wel eens mee. En die zijn nooit tevreden. Vlinder! Ja, vlinder. Ja, witte.
Oh, er zitten al wat mensen klaar voor de kruutmoes. Ja, er zitten al mensen klaar voor de kruutmoes. Komt die anderen nog die kennen dat. Ja. Hallo. Hallo. Hebben jullie zin in kruutmoes? Maar het is 12 uur. Ik denk dat we maar eens eerst eten moeten. Ja, ik heb het zin. Daar zullen jullie wel behoefte aan hebben. Ik heb vele pannen met moezekool. En dat Jochen, dat kan heel mooi zingen. Dat kan daar zingen met Onze Vader. En dat willen we wel graag voor ons zingen. Oh, heel fijn. Ja, samen. Doen wij zo. Nou, dan horen we meteen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons, Heer, ons dagelijks brood. Amen. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Nou. En ik een heel lekker schepje om te beginnen. Lekker. Dankjewel. Nou, puur natuur, hè? Pak maar. Wat ervan. Ja, het is een beetje gek, mag ik dat zeggen? Wat? Ja, dat mag je rustig zeggen. Ja, het is een beetje gek, omdat het dat zuurige heeft en dat zoete. Zuur, zoet en gerookt, hè? Ik vind het zeker niet vies, maar het is een beetje wennen. Ja, maar alles wendt. Nou, dankjewel dat je je recept gedeeld hebt. Hartstikke leuk. Graag gedaan. Echt superleuk. Ja, even voor alle duidelijkheid. We gaan dus Jan verrassen, hè, nog steeds. En dit is deel 3 van de verrassing. De speech van de burgemeester. Die gaan we hier nu even opnemen. Hallo? Ja, ik moest kloppen, want de bel doet het niet. Alberto! Ja, ik ben het. Welkom. De burgemeester. Welkom. Ik ben wel een beetje zenuwachtig dat ik met de burgemeester heb afgesproken. Ja, precies. Ik ben ook heel erg zenuwachtig dat ik met de Alberto. Echte Alberto Snap heb afgesproken. Ik. Ja, daar hebben heel veel mensen. Ga zitten. Heeft u even tijd? Ja, natuurlijk. Ja? Natuurlijk. Ja, ik kom dus eigenlijk niet eens voor u, maar voor Jan eigenlijk. Ja. De supervrijwilliger. En ik wilde u dus eigenlijk vragen of u een iets moois voor hem zou willen opnemen. Een soort toespraak. Ja, natuurlijk wil ik dat. Ja? Ja, graag zelfs. En die vrijwilligers in Oldenbroek, zijn er te veel? Ja. Ja? Ja, en gelukkig niet alleen in Oldenbroek. Maar hier in Oldenbroek hebben we een motto. Oldenbroek voor elkaar. En zeker in de afgelopen maanden hebben we gezien ook hoe belangrijk dat is. Dat mensen naar elkaar omkijken en dat ze zich belangeloos inzetten voor een ander. En Jan is daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Zullen we de toespraak gaan opnemen? Doen we. Leuk. Nou, gaan we doen. We gaan aan de slag. Dan kunt u hier misschien gaan staan. U heeft al mooie kleren aan. Ja, u bent helemaal goed afgesteld. Dank. Haar zit goed, vind ik. Ja, zal ik de bril afdoen? Want, bril af. Dan misschien wel... Een goede tent heeft u ook, dus dat is ook goed. Ja, het is zomer, ja, hè? Het is mooi weer. Het is zomer in Gelderland, ja. Maar ik vind het helemaal mooi. We gaan het doen zo. Dag meneer Van 't Hof. Beste Jan. Tenminste, ik hoop dat ik Jan mag zeggen. Mensen in het zonnetje zetten. Zo, nou leuk mama. Dit vind ik al leuk. Speciaal vervoer geregeld voor Jan dus. Ik zie jullie zo, hè? Hier. Hallo. Hallo. Hero, huisje. Bent u Jan? Ja, ik ben Jan. Hero, in huisje. Mag ik u heel even spreken? Dat mag. Ik ben met een speciale auto gekomen. Ja, ben je? Ja, kijk. Ik hoor alles al gepruld. Ja, mooi. Ja, daar hou je van, of niet? Dat vind ik leuk, ja. Ja? En je doet ook veel, begreep ik, voor het dorp. Ja. Ja. Wat doe je allemaal? Ik ben coördinator van de verkeersregelaars hier in Oldenbroek. Ik zit in het bestuur van de Oranjevereniging. Ja. Ik ben help bij het Boerderijmuseum met het Oogstfeest als teamlid. Ja. Maar nou is er ook wat heftigs gebeurd in je leven. Ja, ik heb corona gehad. Ja, ik heb 9 dagen in coma gelegen en dikke 2,5 weken in revalidatie daarna. Joh, ja. Dan was je niet ontzettend bang? Nou, op dat moment eigenlijk niet. Nee? Nee. Maar je was ook heel benauwd, dus je wilde gewoon dat het stopte waarschijnlijk. Ja, precies.
Maar goed, je hebt ook een gezin. Ja, dat klopt. Ik heb twee meiden en een schoonzoon die lekker staat te klussen nou aan zijn auto. Ja. En mevrouw aan de overkant van de weg. Die staat er. Wil je er even bij? Want dan ben ik wel heel benieuwd. Dan ben je de vrouw van de man die in coma gebracht wordt. Hoe was dat voor je? Ja, heel apart. Ja. Het was de knop omzetten. En denken van jongens, hopen en bidden voor het beste. Maar je hebt hem goed geknepen, neem ik aan. Uiteindelijk wel, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. En dan je bidden, je hebt gebeden. Ja, dag en nacht. En het heeft geholpen. Ja. Ja. Maar ook al was het anders gegaan, was het nog goed. Weet je, ja, dan was het nog goed geweest. Ja, ik heb echt wel zoiets van, wij hebben best wel heel veel houvast aan ons geloof. Dat is voor ons echt Als hij was gaan hemelen, had je daar... Dan was het ook goed geweest. Echt waar? Ja, echt waar. En geldt dat voor jou ook? Ja, in principe, ja. In zoverre, ik heb dus op de onderste treden van die hele beruchte ladder gestaan. Ja. En ik mocht weer een stap terug doen en mijn werk hier op deze aarde is nog niet klaar. Nee. Lieve Jan, nou is tijd even voor wat leuks. Heb je zin om een ritje met mij te maken in die auto? Zijn dat redelijk leuk? Oké, leuk. Als verkeersregelaar word jij geëerd, gehuldigd met een erehaag. Dankjewel. Dus daar mag jij doorheen. Dat is voor jou. Jongens, jullie mogen even herrie maken, hè? Nou, dan hebben we nog een hele kleine verrassing, namelijk Alberto. Jan, jij hebt al een lege voertuig ritje gehad. Ja. Je hebt een erehaag gehad net. Heel goed, ja. We hebben nog iets voor je. Ik zou zeggen, doe de koptelefoon op. Ik ga er lekker even bij. Bij zitten gaat het niet worden. Maar staan. Ik doe de koptelefoon op. Oké. Okay. Dag meneer Van 't Hof. Beste Jan. Tenminste, ik hoop dat ik Jan mag zeggen. Mensen in het zonnetje zetten en zeker vrijwilligers in hart en nieren, dat doen we in Oldebroek graag. Ook Zomer in Gelderland van Omroep Gelderland doet daar vandaag aan mee. Helaas kan ik er vanmiddag niet bij zijn, maar ik ben heel erg blij met de gelegenheid om op deze manier toch iets persoonlijks tegen je te kunnen zeggen. Je wordt gekenmerkt als een positief mens. Iemand die een verschil wil maken en dat is prachtig om te zien. Jan, hoe bijzonder is het dat je hier vandaag zo kan staan? De afgelopen maanden zijn door het coronavirus voor heel veel mensen niet makkelijk geweest. En jij bent wel heel hard getroffen, want je was heel ziek. Gelukkig ben je er weer bovenop gekomen en sta je nu hier met al deze mensen om je heen. Je doorzettingsvermogen is bewonderenswaardig. En dat vind ik niet alleen, maar dat vinden ook al die mensen die jou hebben voorgedragen als dé vrijwilliger van Oldebroek. Beste Jan, ik nodig je heel graag uit om binnenkort, en dan wel persoonlijk, eens na te praten over deze fantastische dag. Dus Jan, tot gauw. Ja. Mevrouw de burgemeester. Heel goed. Ja. Ja. Heel leuk. Ja. Dankjewel. Jong, goed zo. Voel je een beetje verrast en in het zonnetje gezet? Ja, best wel. Ja? Ja. Goed zo. Ja, zeker. Lekker fietsen met je meisje. Zeker. Nog even doorgaan, dat is je gegund. Ja, dank je wel. Met al je mooie vrijwilligerswerk. Dank je wel. Met je tweede familie. Ja, precies. Dat ga je goed, jongen. Ja, niet meer ziek worden. Ja, hier blijven. Dag allemaal. Doei. Lekker in Oldebroek blijven. Ja, en dan gaan we morgen naar Willippe, hè? Ja, dan gaan we naar beneden toe. Wat was jouw hoogtepuntje in Oldebroek? Nou, ik denk dat dit mijn hoogtepuntje was. Ik werk altijd, ja. Nou, en dit natuurlijk. Deze kledij is natuurlijk ook één groot hoogtepunt. Het staat heel goed, ja. Zal ik het bouwen? Ik heb kruidmoes gehad. Ja, hoe was dat? Nou, moet je zeker een keer proberen. Mm-hmm. Het is jammer dat ik mijn bordje niet met jou had kunnen delen. Maar is het hartig of zoet? Het is allebei. Oh, en dat maakt het heel opmerkelijk. Maar goed, weer een ervaring rijken. Morgen, dan zijn we in Willep. Dus ik hoop dat je weer kijkt. Tot dan. Doei. Doei.
De meisjes op het meer naar midden. Keur, Jan. Jongens, jullie allemaal even juichen, met de handen lukt het.